Dit toernooi, waarvan de finale gisteren plaatsvond, is een initiatief van het project Lichamelijke Opvoeding. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het aanleveren van gymleerkrachten aan de basisscholen. Middels het versturen van brieven via de schoolleiding zijn er op dit moment 101 scholen verbonden aan het project. Begeleider binnen het project, Jenny Sjeukerlam, vertelt wat meer over de organisatie van het slagbaltoernooi. We hebben dus de scholen in 8 regio's verdeeld, zoals ik het al vertelde. Dus de regio's zijn weer in pools verdeeld. En de poolwedstrijden die hebben dus de afgelopen weken plaatsgevonden. We zijn 15 maart gestart. En ze zijn dus dan, hebben de poolwinnaars zich geplaatst. Daarna hebben we regiofinale gehad. En vandaag zijn de regiofinalisten hier. Het is voor het eerst dus dat we vandaag 8 scholen hier hebben. Dus 8 regiofinalisten. De finale wedstrijd werd gespeeld tussen OS Sanderij en de Heiligaardschool. OS Sanderij won deze wedstrijd en werd dus de kampioen van het toernooi. De Heiligaardschool werd semi-kampioen en de OS Mayo Steeg eindigde als demi-kampioen. Vanwege een gebrek aan financiële middelen moest het team van 4 verschillende toernooien per jaar terug naar slechts 2. Het volleybaltoernooi wordt hoogstwaarschijnlijk in juli uitgevoerd.